Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Jullie zien het waarschijnlijk al. Ik ga vandaag weer een dagje vloggen. Ik merk dat jullie dat heel erg leuk vinden om te zien. En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Precies een week geleden, dus eigenlijk in mijn vorige vlog, had ik mijn haar roze geverfd. En dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb mijn haar 3 keer gewassen volgens mij. En het is eigenlijk zo goed als eruit. Dus daar ben ik wel blij om. Op een gegeven moment raakte ik wel aan mijn haar gewend. Maar ik ben wel blij dat het niet zeg maar permanent is. Maar dan weet ik het ook voor in de toekomst dat het eruit gaat. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb gisteravond al een aantal dingetjes op mijn to-do-lijst neergezet. Zoals dat ik een aantal video's moet editen, mijn mail moet checken. Ik wil gewoon eigenlijk kijken hoe de dag loopt. En dan ga ik mijn planning daarop aanpassen. Volgende week begint eigenlijk mijn 4e blok van mijn opleiding. Dus ik heb vandaag en het weekend eigenlijk vrij. Dus ik kan doen wat ik zelf wil. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dan heb ik nog geen schoolverplichtingen. Misschien ga ik hier en daar me wel wat inlezen van wat voor vak ik precies heb. Maar eigenlijk kan ik gewoon mijn eigen gang gaan. Dus dat is ook wel even lekker. Ik zit trouwens nog in mijn pyjama. En dit is mijn nieuwe pyjama. En hij zit mega comfortabel. Hij is van Monki. En hij heeft van die hele kleine bloemetjes. Dus dat is wel cute. Hij is een beetje aan de grote kant, maar voor een pyjama vind ik dat niet zo erg. Want ik slaap er toch in en ik heb hem nu even zo vastgemaakt met een knoopje. Maar hij kan ook natuurlijk los. En dan is hij lekker baggy en oversized. Ik zal wel eventjes een linkje in de beschrijving zetten, mocht je nog op zoek zijn naar een leuke pyjama. Ik heb net een ontbijtje gemaakt voor mij en Rits. En het was hartstikke lekker. En nu ga ik even mijn slaapkamer fatsoeneren. Mijn bed opmaken. En een beetje alle onnodige troepjes opruimen. Het is niet per se een bende. Maar het is gewoon rommelig. En ik vind het gewoon fijn als het opgeruimd is. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Mijn kamer is weer opgeruimd. Het maakt echt gelijk een groot verschil. Helemaal omdat mijn bed heel veel ruimte inneemt. En als mijn bed is opgemaakt, oogt het al gelijk een stuk rustiger en een stuk netter. Even iets anders. Voor de mensen die mijn roomtour video hebben gezien, die hebben waarschijnlijk iets opgemerkt. Want hier, deze muur, ziet er nu anders uit. Want in mijn roomtour video hing daar een grote poster met een zwarte omlijsting. En nu hangt er dit en dan vraag je waarschijnlijk af, maar waarom is het nu weer anders? Nou, ik heb gemerkt dat ik dit toch wel iets leuker en fijner vond. Want ik was gewoon bang met zo'n grote lijst dat dat in de nacht of zo op mijn hoofd zou vallen. Misschien zit het gewoon tussen mijn oren en ben ik gewoon bang voor niks. Maar ik vond dat gewoon een minder prettig idee. Dus ik heb het gewoon zo gelaten en zo'n klein lijstje vind ik minder erg mocht het wel op mijn hoofd vallen. Maar ja, het hangt gewoon stevig, maar ik ben daar gewoon heel erg bang voor. Ik wil het liefst niet te veel dingen boven mijn hoofd hebben als ik slaap. Dus ik heb het nu zo. Misschien dat ik het in de toekomst wel weer ga veranderen. Maar dan weten jullie waarom het niet meer exact hetzelfde eruit ziet als in mijn roomtour. Mijn make-up voor de dag zit erop en ik had net natuurlijk mijn leuke pyjama met jullie gedeeld. Naast dat heb ik ook nog 2 andere nieuwe items van Monki. We hebben hier een broek en een trui. En eigenlijk is een trui nu veel te warm. Maar ik wil toch even deze outfitcombinatie met jullie delen. Zoals jullie kunnen merken ben ik nog een beetje in de wintermodus. Maar ja, hoe lastig ik het ook vind, ik denk dat ik er maar moet aan geloven dat ik afscheid moet gaan nemen aan
comfy kleding, winterse items. Ik hou ontzettend veel van truien. Maar het is nu niet de tijd van het jaar ervoor om zulke kledingstukken te gaan dragen. Maar ik ga even deze outfit aandoen, zodat jullie kunnen zien hoe alles valt. En dan ga ik mijn echte outfit of the day aantrekken. Dit is dan de outfit combinatie. Dit is wel iets wat ik sowieso zou dragen. Ik vind het jammer aan de ene kant dat het nu gewoon veel te lekker weer is. Maar de trui zit echt mega comfortabel. Lekker warm. Ik vind het model ook heel erg leuk. Ik heb hem nu eventjes in de flared gepropt. Want ja, dat doe ik altijd met mijn truien. De flared daarentegen vind ik ook heel erg leuk. Tot mijn verbazing vind ik het printje leuker dan verwacht. Want normaal gesproken ben ik niet echt van de broeken die een print als opdruk hebben. Hij zit comfortabel en de lengte is helemaal top. Normaal gesproken heb ik altijd met flares dat ze net iets te lang zijn. Of net aan goed, maar dit is ja een korte variant. Ik zal hiervan ook de linkjes in de beschrijving zetten. En dit is dan mijn daadwerkelijke outfit voor vandaag. Voor nu heb ik heel even nog een vest eroverheen gedaan. Of nou ja, het is officieel een blouse. Maar als ik het straks warmer ga krijgen, dan kan ik hem makkelijk uitdoen. Ik heb dit topje aan. En hier hebben we een broek. Ik heb deze broek vorige zomer gekocht bij de Bershka volgens mij. Lekker comfy. Dan heb ik mijn huissloffen. Ik ga laten zien hoe ik mijn ijskoffie maak. Ik gebruik hiervoor sojamelk. Soms neem ik amandelmelk en soms sojamelk. Het ligt eraan. En deze vul ik tot, ik heb eigenlijk geen idee hoe ver, maar zo denk ik. Dan neem ik hem mee naar het koffiezetapparaat. Ook het cupje erin. Dan doe ik een klein beetje kaneel. En ijs. Het is heel simpel, maar het smaakt prima. En nu wordt het eindelijk tijd om aan mijn to-do-lijst te werken. Ik krijg regelmatig de vraag van hoe ik nou precies mijn video's bewerk. Ik gebruik het programma Final Cut Pro. Dat is een betaalprogramma voor Apple. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het moet gaan uitleggen. Ik kijk eerst naar al het beeldmateriaal wat ik heb. En dan knip ik de stukken eruit die ik niet wil gebruiken. Of de stukken waarin ik me verspreek. Ik vind editen zelf heel erg leuk. Want dit is echt mijn creatieve uitlaatklep. Omdat ik eigenlijk al sinds 2012, 2010, ik weet het echt niet meer. Maar al heel wat jaren video's bewerk en het eigenlijk mezelf heb aangeleerd. En steeds weer nieuwe dingen leer. Ben ik er gewoon mee bezig. En is voor mij eigenlijk alles wat ik nu doe of nu kan vanzelfsprekend. Maar mocht jij ook willen editen, bekijk dan verschillende tutorials die je stapgewijs uitlegt van hoe je iets moet aanpakken. Maar eigenlijk doe ik niet super veel aan mijn video's. Ik kijk gewoon naar bruikbaar materiaal. Soms pas ik de kleur een beetje aan of de belichting. En ik edit leuke elementen erin, zoals teksten of geluidseffectjes of muziek. Ik heb eten besteld, jongens. Vanavond gaan we ook al pizza bestellen. Ik had gewoon zoveel zin in Mexicaans. En mocht je afvragen wat achtergrondgeluid is, dat is mijn grote vriend, de robotstofzuiger. Dus die maakt nu even zijn rondje. Wat ik heb hier twee taco's, nachos, Coca-Cola Zero en guacamole. Dit was een voordeel menu, dus hier ga ik lekker van genieten. Ik dacht, ik ga maar eventjes op het balkon chillen. Want ik ben vandaag nog niet buiten geweest. En ik heb helemaal nog geen frisse lucht gehad. Dus ik dacht, het wordt maar eventjes tijd om te gaan chillen. 'S Ochtends hebben wij hier op het balkon echt mega veel zon. En het is nu in de middag en de zon trekt langzaam weg. We hebben nog wel een klein beetje zon daar. Maar ik hoef niet per se in de zon te zitten. Ik ben echt een persoon die het ook helemaal prima vindt om in de schaduw te zitten. Zolang het maar gewoon lekker weer is.
Live update. Het is inmiddels 17:15 en deze middag heb ik voornamelijk op mijn laptop gespendeerd. Ik ben de hele middag bijna bezig editen. En ik dacht even leuk te zijn op TikTok. Ik wist eerst niet zo goed. Oh, daar gaat de bel. Want we hebben pizza besteld. Oh, joh. Is het pizza of is het pakket? Hallo. Ja, hij is open. Is het pizza? Ja. Oké. Nou, dan kan ik zo gelijk pizza laten zien. Wat ik wilde zeggen. TikTok. Ik dacht, ik ga voor de leuk gewoon even wat TikToks maken. Is er dus een video viral gegaan. Of nou ja, ik vind het viral. Want normaal gesproken krijg ik iets van 2000 views op een video. Wat gewoon prima is. Best wel veel nog steeds. Maar ik ben gewoon, ik schrok er gewoon heel erg van. Op dit moment is die video meer dan 31.000 keer bekeken. Dat ik echt denk van, why? Weet je, ik doe het gewoon voor de fun. Ik probeer niet iets ermee te bereiken. Weet je, het is altijd leuk als mensen het wel zien. Maar het is niet eens een boeiende video. When you're too skinny to be plus sized, but you're too chubby to be skinny, and you're not curvy enough for the curvy girls, but you're not flat enough for the flat girls. It's like, where do I sit? I'm just a blob. Ik vind het zo bizar. Skinny. Vandaag is echt een ultimate cheat day. We hebben onze pizza's. Ik heb een veggie. En welke heb jij, babe? Americana. Americana heeft Rich. En dan hebben we hier chicken strippers. Chicken strippers met chili saus. En ik heb een Oreo. Oh nee, cookies and cream milkshake. Of nou ja, hoe noem je dit? Frozen iets. En dit is een karamel. Toch? Mm-hmm. Ja. Nou, het ziet er goed uit. Ik heb hier heel veel zin in. Mega veel calorieën, maar hey. Voor best wel een lange tijd stond er iets op mijn bucketlist. Dat was namelijk het aanschaffen van een keyboard. En dat heb ik eindelijk gedaan. Hij is al een tijdje binnen. Ik ben totaal niet muzikaal. Maar ik vind het heel erg leuk om gewoon lekker bezig te zijn. Te experimenteren met dingen. Dus ik heb een keyboard aangeschaft. En ik ga leren keyboard spelen. Voorheen wilde ik altijd overal goed in zijn en gelijk meteen alles kunnen. Maar dat kan natuurlijk niet, helemaal als je het nooit hebt gedaan. Maar ik vind het voor mezelf al een prestatie dat ik Jingle Bells kan spelen. De rest van de avond ga ik spenderen aan mijn nieuwe hobby. Dus hierbij ga ik ook deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. En laat vooral hieronder in de reacties achter wat jouw hobby is. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ja, dank voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!